Een drukte van je welste vandaag te gaan als lus bij de verstrekking van school- en voedselpakketten door Joël Martinus, meer bekend als Bordeaux. De Surinaamse entertainer, ondernemer en politicus heeft vandaag ruim 1400 school- en voedselpakketten gedoneerd aan sociaal zwakkeren. Echter waren er veel meer mensen aanwezig op de locatie dan er pakketten voorradig waren. Bordeaux zegt in een interview dat de mensen die vandaag niet in aanmerking zijn gekomen voor een pakket middels een registratieprocedure van een pakket voorzien zullen worden. Ook merkt hij op dat deze donaties merendeels uit eigen middelen zijn gefinancierd. Trouw ik vrede. Dat me zet als aan dat ik ba, want schoolpakket, enkel ik naar Tamara mi bepraat als schoolpakket, maar mi abem chin druk naar mi bedrijf, mi regel want toesani. Dus volgende week, vrijdag of donderdag, dat me kardens ma kom baka, maar mi no kardens omoro. Dus me kardens naar euro, bijvoorbeeld 50 keer kon, half 9, en tegen dat gwe 50 keer kon 9 euro baka, precies somo zetten, dat alles ma kan feel happy. Bordeaux haalde verder aan dat deze donatie niet gezien moet worden als een politieke stunt. Hij geeft aan zich geroepen te voelen de zwakkeren in de gemeenschap te helpen. En doet hij dat op persoonlijke titel. Ik ben met rust en ik ben met rust. En achter man schreef hij, dan schreef hij aangrijf me. En ik kan tang liberen in de steek. Op een gegeven moment is hij ook, oh, Bordeaux koren nu jong. Omdat hij zich aan nego dat Bordeaux heeft gelongen. Met een politiek rust, daarom ben ik aan een politiek zijn met doja, met een persoonlijk zijn. Politiek rust, met de eten, met de non-actief naar ABOP. De man pot me in een uku. Ik blijf gewoon rustig, maar met speciaal zijn zijn we gaan doen. Dan doen isabi en dit aan want ik wil comeback voor Bordeaux baka in politiek. Temi ook comeback au moro bigi isabi temo draai comeback tag mi de tapa politiek wereld baka au moro bigi maar dit is na gewoon sociaal project sanimedo. Joël Bordeaux Martinus, de Surinaamse entertainer, ondernemer en politicus. Hij heeft vandaag ruim 1400 school- en voedselpakketten gedoneerd aan sociaal zwakkeren in de wijk Hanaslust.